Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Venhorstplant Mechelen. Er is wat regen gevallen, tweede paasdag en ook afgelopen nacht en ook vandaag overdag viel er wat neerslag. Vanmorgen 11, 12 mm, Lichtenvoorde, Ruurlo en ook in Braamt hadden die hoeveelheden. En er is overdag ook nog wat bijgekomen. Uiteindelijk 15 tot 20 mm. Ja, en de temperatuur afgelopen nacht was het niet koud. 8, 9 graden was de minima. En vandaag kwam er een klein beetje bij, 11 tot 12 graden, bij een overwegend matige zuidwestelijke wind. Gisteren was de grote dag, toen gingen veel koeien naar buiten. Ook in de regen, maar ze hadden allemaal wel heel veel plezier ermee. En ook vandaag liepen ze natuurlijk wel wat in de regen, maar met 11, 12 graden is het voor een koe niet koud. U kunt uw eigen foto opsturen naar foto@gerritsweerpraat.nl. De regen van vandaag die trekt vanavond naar het oosten weg. En dan zijn er wat opklaringen vanuit het westen. De temperatuur komende nacht die zal dalen naar een graad of 4. En morgen hebben we een dag waarin bewolking is, er is wat zon. Temperatuur loopt dan op naar 11 tot 12 graden bij overwegend matige west- tot zuidwestelijke wind. Maar in de middag is de bewolking soms dik genoeg voor een bui. De regen van de afgelopen dagen heeft niet alleen natuur goed gedaan, maar ook het gras, want het is al aardig aan het groeien. Het zal nog eventjes duren voordat het twee kontjes hoog is. En de warmte is er voorlopig ook nog niet om erin te gaan liggen, want de komende dagen, de temperaturen blijven zo rond de 11 graden liggen. Misschien ietsjes meer, misschien ietsjes minder. Maar april maand blijft een beetje aan de koele kant. En ja, morgen dan kan er nog een buitje vallen. Er is wel wat zon erbij. En ook de dagen daarna hebben we zon en wolkenvelden. En ook een enkele bui. Richting het weekend dan wordt het allemaal wel wat droger. Neemt de buienkans ook af. En dan kan het s'nachts ook nog weer wat koeler worden. Want de wind die draait weer naar noord tot noordwestelijke richtingen. In de nachten dan minima van 2 tot 3 à 4 graden. En overdag toch nog wel 11 tot 12 graden. Maar zoals gezegd, kans op vorst aan de grond. En daar moeten we eind van de week dus weer rekening mee houden. Op langere termijn blijft het dus een beetje aan de koele kant april. Normaal wil die wel een beetje stijgen met de temperatuur. Maar daar zit het dit jaar niet in. En voorlopig, ja, we moeten het er eventjes mee doen. Maar als het beter wordt, morgen is er weer een Gerrits Weerpraat. Goed gaan. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door Venhorstplant Mechelen.